zoals we kunnen zien, hoef ik u niet te vragen wat uw hobby is. Nee, nee. Nee, mijn hobby is bierbrouwen, Bert. Oké. Hoe bent u bij deze hobby gekomen? Ja, ik heb nogal een beetje een consumptieve inslag, dus ik hou nogal van koken en andere zaken. En ja, de link met bierbrouwen is ook snel gelegd. En in 1996 heb ik een klein begin gemaakt met het brouwen met siropen van bier. Omdat ik wel nieuwsgierig was hoe het brouwproces verliep. Dus u bent er nog niet zo heel lang mee bezig? Ik doe het nog niet overdreven lang, nee. Ik ben nog zeker een leerling brouwer. Ook al heb ik al een paar brouwsels gemaakt, maar ik heb nog genoeg te leren. En ik leer nog iedere keer bij ieder brouwsel. Ik heb zojuist gezien dat u allerlei apparatuur hebt staan. Is dat nu specifiek nodig om het bier te brouwen wat u brouwt, of wordt het algemeen gebruikt door de hobbybrouwer? Ja, je kent specifiek twee soorten manieren van brouwen. Hè. Dus het zogenaamd koken op een gasstel met pannen. En dan heb je ook nog het elektrisch gebeuren met een spijtelbrouwmeister. En ik heb ze alle twee. Ik ben begonnen natuurlijk met het koken in de pannen. Wat zijn de meest gebruikte grondstoffen om bier te maken? Ja, de meest gebruikte grondstoffen, dat zijn de hoofdbestanddelen. Dat is water, hop, mout en gist. En daar kun je nog variëren. Hè. Dus er zijn honderden variaties mogelijk in de soorten mout, de soorten gist, maar ook kruiden. Tal van mogelijkheden om daarin te variëren, want het aanbod is ook steeds groter geworden. Het hobbybrouwen is ook groter geworden. De hype rond het hobbybrouwen en het bierdrinken is groot geworden. Dus. Bier bestaat het grootste deel uit water. Is het water wat bij u uit de kraan komt sowieso geschikt? Of moet je iets extra's toevoegen? Nou, ik heb daarna gekeken, maar de bieren die ik daarmee brouw, die kan ik daar gewoon prima mee brouwen. Ik hoef verder niks aan toe te voegen. Ja, want je kan, de pH-waarde van het Brabants water is helemaal goed. Als je in het noorden zou wonen, zou je inderdaad daar wat mee moeten compenseren. Maar de bieren die ik maak, en dat is voornamelijk zijn dat blonde bieren of witbieren, die kan ik hier prima mee brouwen. En anders zijn er altijd middelen te koop waarmee je het zachter kunt krijgen of harder kunt krijgen. Dat is maar net wat je wil. Dus mineraalwater gebruikt u praktisch niet? Ik gebruik geen mineraalwater. Het kraanwater uit Veldhoven is prima water om gewoon een heel lekker bier mee te maken. En dat blijf ik voorlopig gebruiken. Maar maakt u ook wel eens donker bier? Ik maak niet vaak donker bier. Ik ben eigenlijk meer liefhebber qua drinken en qua brouwen van het blonde soort. Maar ik moet wel afwisseling zorgen, dus ik ga daar ook voor de donkere jongens. Donker bier heeft hard water nodig, heb ik begrepen. Daar komt niet uit de kraan het veld over, hè? Nee, dus dan zal ik, naar middelen moeten die me wat harder water opbrengen. Nogmaals, ik heb niet zo heel veel donker bier gebrouwen, dus ik moet dan even voor mijn eigen gaan uitzoeken wat ik daarvoor nodig heb. En anders dan heb ik een heerlijk donker biertje met wat zachter water. Dus, dat kan ook. Dat kan heel goed. Het moet allemaal niet lijken op bekende soorten. De eigen identiteit met een biertje is zeker ook belangrijk. En dat kan ook met zacht water. Lukt het u om steeds dezelfde smaak te hebben? Of is elk brouwsel een andere? Ja, tot op heden heb ik allemaal nog verschillende brouwsels gemaakt. Omdat ik nog eigenlijk van mezelf nog steeds op zoek ben naar het bier waar ik zeg van hey, dit is het. Dit is het recept. Hier ga ik niets meer aan veranderen. Daar ben ik nog niet helemaal in geslaagd, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Maar slaag ik daarin, en daar zit ik denk ik niet ver vanaf, dan kan ik het precies hetzelfde brouwen. Omdat ik heel mijn brouwproces vastleg op papier, hè, van minuut tot minuut, van gram tot gram. En daardoor is het reproduceerbaar. Als je maar heel je proces beschrijft en je precies weet wat je toen je goede bier hebt gebrouwen, wat je toen gedaan hebt, zodat je kunt herhalen. En het helpt natuurlijk, hè, ik ben nu ook aan het brouwen met de Spijtel, dat is elektrisch brouwen. Dat is eigenlijk een computergestuurde ketel. En die ketel die zorgt ervoor dat het proces gewoon iedere tot op de minuut hetzelfde is. Dus ik kan dadelijk reproduceerbaar bier maken wat precies hetzelfde smaakt. Dus. Bent u zelf een bierliefhebber? Ik hou van een lekker biertje. En er zijn wel mensen die dat kunnen beamen. Ik ben niet zelf mijn grootste klant, hoewel ik wel vind dat ik wel moet weten hoe mijn bier smaakt. Dus ik pak wel regelmatig een biertje.
Waarbij ik de valkuil had dat als ik gebrouwen had, te snel aan mijn bier begon. Je moet het bier ook de tijd geven om te rusten en te laten rijpen. En ik merkte soms als ik een biertje ooit was vergeten, hè, een verloren biertje, dat die eigenlijk lekkerder smaakte als dat ik hem toen heel snel opdronk. Dus je moet ook bier de kans geven om lekker te rijpen. Dus, zou je op grotere schaal willen brouwen in de toekomst? Ik ben en blijf een hobbybrouwer, maar ik moet wel bekennen dat ik ooit wel 's nachts wakker word, dat ik dan eigenaar ben van een grote brouwerij. Daar zal er nooit van komen. Maar om eens een keer lekker met iemand in een grote brouwerij te brouwen, om achter dat proces te komen, lijkt me wel grappig. Maar ik hou het kleinschalig. En waar ik eigenlijk nog wel zou willen, is gewoon dat collega hobbybrouwers zien te vinden om daar samen mee te brouwen en wat dingen in uit te wisselen. Dus gewoon lekker voor mijn eigen brouwen, voor mijn eigen vrienden en kennis en voor mezelf natuurlijk. Dus dat is mijn doel. Ja. Het zijn gewoon drie verschillende mouten door elkaar. Merendeel is touwenmout. Dan hebben we nog Münchenermout. En Pilsnermout zit er doorheen. En je ziet hier nou een hele korrel. En daar kun je alleen nog maar vliesjes zien. Deze motor heb ik van een vriend van mij gekregen. Eigenlijk is het ook een beetje van... brouwen is ook bouwen. En het werkt perfect. Ik kan er prima mee uit de voeten. Hij is bijna klaar. Het schoten moet ook op een bepaald tempo gebeuren, want hij moet namelijk het vlies eraf halen. Hij moet je als het ware breken. En als je dat te hard doet, dan gaat het proces in ieder geval niet goed. Je kan dat mooi zien. Hier de walsen. Hier. Dat zijn twee walsen, één wals draait er en in feite wordt dan de mout gekneusd. We zijn klaar. Kijk hier de vliesjes. En het mout is geschroot, noemen ze het. Hier al heel goed resultaat mee. We gaan nu de mout toevoegen aan het water. Want we gaan nu maisje. En dat betekent eigenlijk niks meer. Niets minder als dat we daar de suikers willen gaan onttrekken uit de gerst. Dus gaan we het wort toevoegen. Ik heb hier het brouwproces eigenlijk al ingesteld in deze klok. Ik hoef hem daar alleen maar op ja te drukken. En dan gaat hij volautomatisch het maisproces beginnen. Het is belangrijk dat de mout goed los zit. Dat hij niet ophoopt. Want deze machine gaat dadelijk het water rondpompen. Waardoor het mout wordt, ja, als het ware wordt gefilterd. Dan proberen we geen vervuiling te krijgen in de buitenste ring. En dan zul je zien als ik hem daar aanzet, dan gaat het binnenste ring stijgen en dan begint hij in feite volautomatisch aan het maisproces. Nu begint de pompwerking in de ketel en je ziet hem nou inderdaad omhoog komen. Nu is het de bedoeling dat de vloeistof er zo overheen stroomt, dat kan gelijkmatig. Dit blijft hij nu op 62 graden drie kwartier doen. Vertel eens, Koos, wat gaan we nu doen? Het maïsproces is nog helemaal afgerond. Dus we kunnen daar gaan beginnen met koken. Maar voordat we gaan koken, gaan we nog eventjes de mout spoelen. Ja. Want er zitten nog heel veel suikers in die ik graag in mijn bier wil hebben. Je ziet, hè, dat het mout nog heel helder is. Hè? Ja. Of tenminste, de wort is heel helder. Dat komt door het langdurig spoelen. Dus ik ga nu de ketel eruit halen. Juist. Dat strubbelt tegen. En dan gaat hij uitlekken. Dan lekt hij uit. He, dus nu
komt er steeds meer wort in de ketel. Alleen hier zit natuurlijk het mout in, ja, met heel veel suiker. Maar die suikers die wil ik gewoon in de ketel hebben. Het is water van 80 graden, dat noemen ze spoelwater. En vervolgens ga ik dit spoelwater over de mout heen gieten. Schoon leidingwater, op temperatuur gebracht. En die suikers heb ik nodig voor de gist, want de gist gaat die suikers omzetten in alcohol. Er brengt veel water bij nog. 7 liter. En de berekening zou moeten zijn dat ik ongeveer uitkom op netto straks, als ik klaar ben met koken, want er verdampt natuurlijk nog het een en het ander, dat ik uitkom op 20 liter netto bier. Laat ik even staan. Hij gaat koken. Hij blijft nog zakken, dus laat hem lekker uitlekken. En dit zijn de spiralen die we nodig hebben om straks na het koken de wort af te koelen. Ik werk het meeste met deze emmers. Daar kan ongeveer een liter of zeg maar 28 in. En hier komt het bier in. Zodra het is klaar is met het brouwen, zou ik zeggen, om te vergisten. En vervolgens gaat het in een vergistingskast. De thermostaat kan ik instellen. En die stel ik dan in op bijvoorbeeld 21 graden om te vergisten. Dit vat heeft een week staan te vergisten in de vergistingskamer. Op 23 graden. Toen hebben we het gelagerd. Dus is het weer in een ander vat gegaan. Heeft het ongeveer een week op 5 graden gestaan. Vervolgens heb ik hier een suikeroplossing gemaakt. Die ik nu ga toevoegen. We willen natuurlijk daar wel koolzuur in ons bier. Hij is al op sterkte. Alcohol is al gevormd. We moeten nou een beetje uitkijken. Want dit is een beetje de linkste fase van de moeilijkste fase ook van het bierbrouwen, want we moeten nu super hygiënisch werken. Goed opletten, hevelen en voorzichtig zijn. Ik moet afkloppen, ik heb nog nooit een infectie gehad, maar ik probeer alles wel zo goed mogelijk schoon te maken. Nou, we kunnen gaan starten met met bottelen. Ik heb hier een 33 centiliter flesje. Ik hou hem omhoog en het bier stroomt. Bij de brouwerij gebeurt er nog wel sneller. Maar het is en blijft hobbywerk, dus. En hij is afgevuld. En zo kunnen wij 48 flesjes vullen, plus een achttal grote flessen. Een normale fles gaat eigenlijk hetzelfde voor, gewoon vol laten lopen. Eigenlijk is het gewoon heel simpel bottelen. Maar maakt het proces natuurlijk wel helemaal af. Want hier hebben we het voor gedaan. Ja, volgens mij komt daar de uitspraak van, is monnikenwerk. En ook, klaar met bottelen. Dus fles eronder, dop eronder. Naar beneden halen. Een keer drukken. En het flesje is gebotteld. Zo simpel is het eigenlijk. Een keer drukken. Eigenlijk een hele chique fles. Die we gaan bottelen met de kurk. Dan de kurk erin. En vervolgens douwen we dit naar beneden. Tot een bepaalde hoogte zo. En er zit een mooie kurk in. Dan maken we hem nog even wat chiquer. En we hebben een hele mooie fles met bier. Die we een mooi cadeau kunnen doen aan iemand. Dus verschillende manieren van bottelen. We hebben een goed beeld gekregen hoe een amateur bierbrouwer te werk gaat. Mag ik u daarvoor hartelijk danken? Ja, graag gedaan. En ik hoop dat je het eindresultaat dus met mij gaat proberen. En ik hoop dat ook collega bierbrouwers dit filmpje mogen zien. En dan ze kunnen altijd met mij contact opnemen om te kijken van of we nog iets voor elkaar kunnen betekenen. Okay. We kunnen altijd van elkaar leren. Dus heel graag gedaan. Dan heb ik nog één vraag. Ik kan jouw vraag voldoen. Nou, dat ziet er keurig uit, hè? Alsjeblieft. Zal ik de mijne even opmaken? Ja, we moeten samen proosten. Kunnen we proosten? Proost. Proost, kerel. En ik wens jou veel succes met het brouwen verder. Dankjewel en bedankt voor de aandacht. Ja, dankjewel.
sport. We zijn vandaag te gast bij meneer Bergfens, of mag ik Peter zeggen? Uiteraard. Die ons iets gaat vertellen over zijn hobby. Bijenhouder, of moet ik imper zeggen? Dat maakt niet uit, dat is goed. Oké. Hoe lang beoefen je deze hobby? Ik ben nu voor het derde jaar heb ik bijen. In 2012 heb ik mijn diploma gehaald. En hoe ben je erin verzeild geraakt? Nou, dat is eigenlijk een beetje een lange verhaal, maar om het kort te houden. Een aantal jaar geleden toen vond ik bijen interessant. En toen weer niet, en toen weer wel, en toen weer niet. Op een gegeven moment zag ik een informatieavond van de Veldhovens Bijenvereniging. Daar ben ik naartoe gegaan. En daar hebben ze het uitgelegd en dat leek me interessant. En ben ik ingeschreven voor de cursus. Toen ben ik begonnen. Oké. Okay. Ja. In Veldhoven bestaat een vereniging, Sint-Ambrogius. Ja. Bent u daar toevallig ook lid van? Ja, daar ben ik lid van en daar werd ook de cursus gehouden. Enkele maanden geleden heeft jullie vereniging een nieuwe locatie betrokken aan de Berkt in de Oerlen. Kun je aangeven waarom de oude locatie niet meer voldeed? Ja, de oude locatie staat op plaats waar de weg komt. De nieuwe aan te leggen weg. En daar moesten we weg. Dus we hebben een nieuwe locatie gezocht. We zijn bij de gemeente geweest en zijn uitgekomen op de Berkt. En daar zitten we nu. Maar het heeft niets te maken met de diefstal die er is heeft plaatsgevonden een tijd geleden? Nee, wij moesten weg duidelijk door de aanleg van nieuw te leggen weg. Maar het heeft zeker versneld. Dus wij zouden eigenlijk pas later met de bijen erin gaan. Maar door de diefstal zijn we veel eerder in de Berkt, hebben daar de bijen neergezet. Oké. Okay. We zijn nu bij jou thuis, waar je eigen kast hebt staan, maar heb je ook nog kasten staan bij de vereniging en plaats je je bijen wel eens in de vrije natuur? Nee, ik heb het geluk dat ik mijn kasten thuis kan hebben. Mensen die thuis geen plaats hebben, zetten de kasten bij de bijenstal bij de vereniging. Maar ik heb afgelopen jaar heb ik wel de kasten in Sint-Oederode gestaan en in Eindhoven, dus op twee verschillende plaatsen. Heb je zelf ook de indruk dat het imker zijn tegenwoordig aan populariteit wint? Ik las onlangs ergens dat oude ambachten weer meer aandacht krijgen onder de jongeren. Zo zou het aantal cursussen de laatste 5 jaar verdubbeld zijn, waarbij de gemiddelde leeftijd ook zakt. Merkt u dat ook? Ja, we krijgen qua cursussen, qua leden steeds jongere mensen. Er worden ook steeds meer cursussen gegeven, dat is ook belangrijk. Er is toch meer interesse in de natuur. Dat speelt ook met mee. En de interesse voor de bij en wat er bij komt kijken is steeds meer in trek. Zelfs onder vrouwen zou het populairder worden. Merkt u dat ook? Ja, dat klopt. Ja? Ja, dat gaan we zien. Ja. Uit hoeveel personen bestaat jullie vereniging? Onze vereniging bestaat uit ongeveer 50 leden. Doet die vereniging ook iets aan PR? Ja, wij hebben elk jaar de Landelijke Imkersdag. We staan op Kult in Temult, bij het Oogstfeest. Wij staan op verschillende plaatsen. Hebben jullie trouwens een eigen website? Ja, we hebben een eigen website. We hebben de MBV-website en dan de afdeling Veldhoven. De website is veldhoven.bijenhouders.nl. Okay. Bent u of jullie vereniging ook aangesloten bij een imkersbond? Ja, we zijn aangesloten bij Imkersbond NBV, een landelijke organisatie. Moet men aan bepaalde eisen voldoen? Ja, de bond waar we het net over hadden, die stelt namelijk dat je eerst de basiscursus doet, de beginnerscursus. Als je daarvoor bent geslaagd, dan mag je bij de bond komen. Dus eerst moet je een bepaalde hoeveelheid kennis hebben over bijen. De bijen zijn in dit jaar getij zeker erg rustig. Zullen we dan even gaan kijken naar uw kasten in de tuin? Dan is het minder gevaarlijk, lijkt mij. Oh, dat is goed. Kom maar.
vrij koud, dus we doen de kast heel even open en daarna weer snel dicht. Oké. Okay. Omdat ze zo rustig zijn, heeft dat te maken met geen aanbod aan voedsel of zijn ze in een soort winterslaap? Nou, bijen doen, hebben geen winterslaap. Wat bijen wel doen is als de temperatuur kouder wordt, minder wordt en de dagen worden korter, dan gaan bijen in de kast zitten. En dan worden ze een stuk rustiger. Dus bijen doen eigenlijk minder, die vliegen dan niet. U vertelde dat er ook kasten hebben staan bij de vereniging. Kunnen we daar ook even kijken? Ja, uiteraard. Het is inderdaad een mooie locatie hier. Is de vereniging zo vermogend om dit allemaal te kunnen realiseren? We hebben eigenlijk best wel veel zelf gedaan, zeg maar alles. We hebben van de gemeente hebben een opdracht gekregen om dus de bijenkasten hier neer te zetten. Maar we hebben het geluk dat we een paar timlieden bij de vereniging hebben en andere mensen die goed kunnen helpen. En alles wat je staat hebben we eigenlijk zelf gerealiseerd. We hebben hulp van onze sponsors. Nou, nu zie ik buiten een aantal kasten staan, ja. Zoals ik bij u thuis was, die staan er eigenlijk wel meer. Ja. Maar kunt u ook zeggen hoeveel honing zo'n kast opbrengt? Nou, het ligt eigenlijk per volk. Ruwweg gezegd heb je eigenlijk drie, van de 10 volk heb je 3 goede, 3 minder goede en de rest is eigenlijk gewoon. En zeg maar een pot of 30 per jaar houdt toch wel vanaf gemiddeld. Tot uitschieters van 100 potten. Welke soorten honing zijn er allemaal? Nou, er zijn heel veel soorten honing. Er ligt er aan waar de bijen op vliegen. Dus als de bijen vliegen op paardenbloemen, en dan krijg je dus paardenbloemhoning. Of ze vliegen op heide, krijg je heidehoning. Dus het ligt er eigenlijk aan waar de bijen het meest op vliegen. De honing wordt geslingerd, heb ik wel eens gehoord. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je hebt dus een raad, daar zit de honing in. De bijen die maken een dekseltje op de raad, die halen wij met een soort vork eraf. Dan zetten we de honingraad in een slinger. Een slinger die maakt gebruik van de centrifugale krachten. Dus wat doen wij? We zetten de raad erin, we gaan die ronddraaien en de honing wordt uitgeslingerd en die vangen we op. Meer is het niet. Is het imkerschap een dure honing? Of betaalt ze zich allemaal terug via de honingverkoop? Want ik neem aan dat u de honing niet allemaal zelf opeet. Nee. Een duur hobby. Je kunt ze duur maken als jij zelf wilt. Je moet natuurlijk wel kasten hebben. Dus je moet wel het een en ander eerst aanschaffen. Als je alles hebt en je hebt toch wel veel honing, dan kan je best wel kiet spelen. Lieve Nederlandse imkers ook aan de supermarkten? Hier in Nederland? Dat zou ik niet weten. In ieder geval onze vereniging niet. Ik zelf ook niet. Daarvoor hebben wij te weinig honing. Ja. Dit is een schepkorf. Hier kun je zwermen met scheppen. Dus als ze bijen gaan zwermen, dan gaan ze vaak in een boom zitten of een struik. En met deze schepkorf kun je de bijen, de zwerm, kun je erin scheppen. Dit is een bij. Een bij is een insect en een insect bestaat eigenlijk uit 3 delen. Je hebt de kop, het middenstuk en het staartstuk. Het middenstuk zit eigenlijk al de spier in, voor de poten, maar ook voor de vleugels. In het staartstuk zitten eigenlijk alle organen en de rest van de bij in. De bij heeft een lange tong, daarmee drinkt het nectar op. De nectar gaat naar de honingmaag toe. En hier blijft het zitten. Gaat de bijen terug naar de kast toe, dan geeft het de nectar over aan de andere bij en die maakt er honing van. Dus als ik het goed begrijp, hebben de bijen allemaal verschillende taken? Ja, een bij, iedereen heeft zijn eigen taak. Dus een bij komt dus uit de pop. Dan is het eerst een dag is het bijkomen als het ware. Daarna gaan ze de raten schoonmaken. En allemaal verschillende taken, tot het bewaken van de kast, tot het honing innemen
nectar innemen en daar honing van maken, tot het verzorgen van het broed, tot allerlei taken wat nodig is. Dat duurt ongeveer 3 weken. Na die 3 weken dan gaan ze vliegen. Dan gaan ze de nectar op de planten halen en brengen ze terug naar de kast. Om het efficiënt mogelijk te doen, geven ze de honing over aan de andere bijen die in de kast zitten. Dan kan de vliegbijen alleen maar vliegen. Dus elke bij heeft zijn eigen taak. Waaruit bestaat een bijenvolk? Een bijenvolk bestaat uit een koningin, zit er eentje in. De werksters, die doen al het werk. En de darren. De darren zijn de mannetjes die de koningin bevruchten. Dat gebeurt trouwens maar 1 keer in het leven van de koningin. De koningin legt de eitjes in de raad. De eitjes worden larven en de larven worden poppen. En de poppen worden bijen. Peter, mag ik jou namens Omroep Veldhoven hartelijk danken voor uw deskundige uitleg en u veel succes wensen met uw onderzoek.